Beursplein 071 vond dinsdagmiddag plaats in het gemeentehuis van Oegstgeest. Het netwerkevenement wordt georganiseerd door Ido, een opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Hier worden matches gemaakt tussen organisaties en bedrijven die met elkaar handelen in kennis, in middelen, in menskracht, in handjes. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om het maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren. Omdat het voor zowel bedrijven als organisaties steeds belangrijker en ook noodzakelijker wordt om op een andere manier met elkaar samen te werken en middelen te vinden om projecten uit te voeren en mensen te ondersteunen. Ondernemers en verenigingen ontmoeten elkaar en proberen een connectie te vinden. En dat lukt. Ik heb wel wat leuke gesprekken gehad en ook geïnteresseerden, meneer Van Alrijnen over duurzaamheid. Die wil graag iets met ons doen, een keer langskomen of een event organiseren of iets. Dus ik had zoiets van, nou leuk, dus ja, het werkt. Beursplein 071 werd gehouden in Oegstgeest, maar is een samenwerking tussen meerdere gemeenten. De Leiderdorpse wethouder Angelique Beekhuizen opende het beursplein en legt uit waarom deze regionale samenwerking belangrijk is. Een beursplein in de regio is belangrijk omdat je met elkaar de samenleving vormt. En daarin is het belangrijk dat we met elkaar zaken oppakken. En er zijn heel veel uitdagingen die op ons pad komen. Van persoonlijk tot de organisaties, maar ook ondernemingen. En dan is het belangrijk dat je dat met elkaar doet. En dan is het heel mooi om een beursvloer als vandaag te organiseren en elkaar bij elkaar te brengen en elkaar te vinden om samen mooie projecten op te pakken en elkaar dan ook te leren kennen en mooi vervolg eraan te kunnen geven. De organisatie spreekt van een succesvolle editie van Beursplein 071 en heeft gezegd dat er een vervolg komt.